Dit jaar werd Oranjenacht iets anders gevierd dan de voorafgaande jaren we gewend waren. Artiesten van naam zoals Typhoon, Maan en Kenny B kwamen optreden en deze keer moest het publiek ervoor betalen. U gaat kijken naar een impressie van dit muzikale evenement. Hoi, ik ben Maan en ik kijk naar Shout. Welkom bij Oranjenacht 2016, het eerste jaar dat we moeten betalen voor dit feestje. Ja, en de hier is al, maar net niet helemaal, want het voelt hier toch wel echt als 2 graden. Ja, het heeft vandaag nog gehageld en we waaien bijna uit onze sokken. Maar dat maakt helemaal niet uit, want we hebben vanavond voor je Maan, Sharon Dorsen en natuurlijk Vangrail. Ja, we gaan er een topfeest van maken. Het is nu nog een beetje leeg, maar dat komt helemaal goed. Dus veel plezier. We maken een beetje een mengelmoesje. We komen allemaal uit verschillende muziekgenres en we doen dit echt lekker voor de lol, gewoon lekker zorgeloos muziek maken, een beetje dansen, een beetje bier drinken en een beetje gezelligheid. En daar draait deze band ook echt om, een beetje lekker lol maken. En wat vonden jullie ervan? Ja, super tof. Ja, ik heb heel weinig woorden, maar gewoon het was hartstikke vet. Ik vond het knettergek. Ik had ook hetzelfde als hij. Gewoon van ja, weet het, ja, je komt hier wel eens, maar dan sta je hier ineens. En dan is het echt zo. Maar nee, het is echt gek. Je hebt een kaartje gekocht om hier te zijn. Klopt. Waarom? Omdat ik het heel erg goed vind dat Oranjenacht nog steeds bestaat. Ja, waarom dan? Nou ja, fantastische line-up. Nou, er komen hele leuke artiesten. Sharon Dorsen en Maan. En we wilden gewoon iets leuks doen. Als een kaartje elk jaar betaald zou zijn. Dus volgend jaar komt Maan niet, maar je moet wel betalen. Zou je dan nog graag? Wel artiesten gaan laten. Nee. Nee. Het is natuurlijk morgen gewoon de verjaardag van Willem. En ik vraag me wel af, wie is jullie favoriete lid van het Koningshuis? Gaan we hier beginnen? Zeg maar. Om het maar niet te politiek te maken, dan hou ik het bij Maxima. Wie zou je anders hebben gezegd om het wel politiek te maken? Ik ben een republikein. Dat kan ook natuurlijk. En toch op Koningsdag optreden. Ja, waarom niet? Dat is een goed reden voor een feestje, toch? Geef het een slinger. Nee. Ik zei Poetin omdat hij heel erg grappig is. Ik vind het grappig. Ja, sorry. Poetin van Oranje. Ja, Poetin van Oranje. De slogan van dit jaar is Heat is on. En was de heat on op het podium? Ja, op het podium was de heat zeker on. Echt, ik zag wel alle mensen op niet zo van de kou. Maar weet je, ik hoop dat ze even een beetje verwarmd hebben. Ze waren aan het dansen, dus ging goed. Precies. Maar nu is het wel zo dat door de kou wel minder mensen zijn. Is het dan moeilijker voor jou om zo zeggen, een goede show neer te zetten? Nee, mijn missie is iedere keer weer van de mensen die er zijn. Weet je, dat vind ik gewoon heel speciaal dat ze komen kijken. Dus die zorg ik zorg gewoon altijd voor dat ze een topfeestje hebben. Dus ik wil iedereen gewoon performen. Ook al zijn het er 3, al zijn het er 30.000. Ze zijn voor mij gekomen, dus dan ga ik ze ook entertainen. Let me take you back. Wait a minute to you. Bang, bang. Goedenavond, Gouda. Is het om als zo'n meisje ineens naast Hardwell te staan? Wel gek eigenlijk. Maar ik heb hem maar 2 keer gezien. De eerste keer was toen bij The Voice. En de tweede keer was toen hij me overviel dat we een gouden plaat hadden voor Perfect World. En verder hebben we eigenlijk gewerkt gewoon via de computer. Ik heb het ingezongen en dat hebben we naar hem opgestuurd. En hij is het weer teruggestuurd. Dus zo.
Lekker bezig! En wat we natuurlijk ook allemaal afvragen is, ben je nog single? Ja. Oké, wat voor mannen val jij? Nu ga ik een goede antwoord geven. Even denken. Nee, ik merk wel steeds meer dat, eerst vond ik uiterlijk wel belangrijk, maar nu heb ik gewoon heel snel, als iemand een goede feeling heeft en een goede soort van, het gaat meer om aantrekkingskracht. Het gaat niet per se om hoe iemand eruit ziet, maar echt of ik me aangetrokken tot diegene voel. En dat verschilt gewoon heel erg per persoon. Ja. Nou ja, ik denk dat halve mannelijk Nederland nu hoopt dat ze die feeling bij jou kweken. Heb je veel huwelijksaanzoeken gehad naar de Voice? Ja, weet je wel. Nou jongens, vertel, hoe was het weer in Gouda? Het weer was echt slecht in Gouda. Ja. Was het weer in Gouda? Ja, het was echt slecht weer in Gouda. Ja. Jullie hadden hagel. Maar de hagel, ja. Maar de mensen bleven staan en daar gaat het om. Oké, dat doen jullie. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat ze daar blijven staan? Door zelf ook in de regen te staan. Ja? Solidariteit heet het toch? Met een moeilijk woord. Die woorden leerde ik van Jort. Ja? Ja, ik breng hem af en toe wat bij. Zijn jullie nou? Zijn jullie een coverband of zijn jullie een eigen liedjesband? We zijn een... Dat is geen antwoord. Nee, wij zijn een band die heel graag covers speelt, maar dat wel op zo'n manier speelt dat we dat echt naar onze eigen hand zetten. En wij schrijven heel graag eigen liedjes. We hebben een platencontract getekend in 2006. En die liedjes schrijven wij met heel ons hart en die passen heel goed in onze show. Dus wat wij denk ik als enige band in Nederland kunnen is covers spelen, maar ook eigen liedjes spelen. En daar een gezonde mix in vinden. En dat dan op een podium als vanavond kunnen brengen. En dat het publiek zowel op onze covers als op ons eigen werk. We hebben net bijvoorbeeld Laat de Muziek aangespeeld. Nou, je zag wat daarmee gebeurde. Dat is fantastisch wat het publiek dan doet. Hebben jullie het naar jullie zin? Lex, ze vraagt of we daar op zin hebben. Zeker. Ja? Ja, absoluut. Ja. Is het jullie geld waard geweest? Hoe bedoel je dat? Nou, eerst was het gratis en nu toch wel aan de deur 17,50. Dat was wel even ingewikkeld. Dus nu een biertje minder? 17,50 gedeeld door... Wat was een biertje eigenlijk weer? Twee biertjes minder. Twee biertjes minder. Morgen is natuurlijk onze Willem jarig. Ja. Als jullie op zijn feestje zouden mogen komen, wat zouden jullie hem dan geven? Onze nieuwe cd. Juist. Oh nee, wat zou ik hem geven? Een optreden. Nee, ik zou wel echt een keer voor de koning gewoon willen optreden. Ik heb ook begrepen dat hij helemaal niet van zijn muziek houdt. Dus hij houdt wel van een showtje, dus ik zou wel een showtje willen geven. Ja. Ik denk een kratje pils. Het is een Prins Pils. Ja. Ik denk dat ik... Dan een van mijn, iets van je persoonlijk, en als ze dan wel zingen, ja, ik zou dan een heel mooi verjaardagsliedje voor hem zingen. Bier! Dit was hem alweer, Oranje Nacht 2016. We hopen dat jullie genoten hebben en tot volgend jaar!